Het Openbaar Ministerie in Suriname heeft aangekondigd dat het Justitieel Interventieteam, afgekort JIT, bijgestaan door de militaire politie, afgekort MP, afgelopen zaterdag naar Nikeri is uitgerukt in verband met de ontdekking van een illegale landingsbaan die vermoedelijk gebruikt werd door een criminele drugsorganisatie. Volgens betrouwbare informatie werden regelmatig illegale vluchten uitgevoerd vanaf deze clandestine landingsbaan in het westen van Suriname. Tijdens een operatie trof het team een uitgebrand eenmotorig vliegtuig aan op de baan, wat luidt op verdachte activiteiten. Bovendien bleek dat de criminelen het basiskamp in brand hadden gestoken om sporen uit te wissen. Bij het uitgevoerde onderzoek rondom de illegale landingsbaan werden een minigraafmachine en verschillende jerrycans met vliegtuigbenzine ontdekt. Op bevel van de procureur-generaal werden deze zaken onmiddellijk vernietigd. Het JIT-team is nu intensief bezig met het blootleggen van de criminele organisatie die verantwoordelijk is voor de illegale activiteiten op de landingsbaan. Deze ontwikkeling onderstreept de vastberadenheid van de autoriteiten in Suriname om de drugshandel en andere criminele activiteiten aan te pakken.